Voor aannemers in de bouw en infra kan er met een overstap naar hybride generatoren flink worden bespaard op het milieu, geluidsoverlast en brandstofkosten. Bij Topsystems bieden zij een uitgebreid programma aan technische componenten voor off-grid en hybride energieopslagsystemen. Een off-grid energiesysteem is een energiesysteem wat autonoom functioneert en wat niet aangesloten is op het energienet. Het bestaat uit een omvormerdeel en een accu-opslagsysteem. Met behulp van hernieuwbare energiebronnen, zoals waterstof, windenergie, maar voornamelijk zonne-energie. Die energie wordt opgeslagen in het accusysteem. Op het moment dat er behoefte is aan energievraag, dan wordt de energie vanuit de accusystemen wordt omgevormd naar een 230 of 400 volt AC wisselspanning. Bij een hybride systeem wordt door een generator in vollast wordt het accusysteem opgeladen. Op het moment dat het accusysteem is opgeladen, dan kunnen de elektrische machines en gereedschappen voorzien worden van voeding. De energiesystemen worden gebruikt voornamelijk op bouwplaatsen. De compacte plug-and-play energiemodule bestaat uit een 24 kVA module voor het omzetten van de energie. Bestaat uit een accupakket met lithium-ijzerfosfaat batterijen van 30 kWh. Verder is het systeem voorzien van een solar laadcontroller voor de zonnepanelen. En tevens is het systeem verbonden met internet, zodat je op afstand de systemen kan monitoren en daar waar nodig bijstellen. De energiesystemen kunnen worden ingezet als stand-alone systeem of hybride systeem. Het kan in worden gezet als noodstroomsysteem. Het kan ingezet worden als peak-shaving systeem. Bij een peak-shaving systeem wordt extra energie vanuit accu's toegevoegd bij een tekort aan stroom uit het energienet. Wat duurzaam is aan deze energiesystemen, door middel van de hybride generator, kan tot 90% worden bespaard op de draaitijd van de generator. Dit resulteert in een 90% minder CO2-uitstoot en andere schadelijke roet- en fijnstoffen. Je ziet tegenwoordig op steeds meer locaties dat generatoren die worden gevoed door middel van brandstof niet meer toegestaan zijn. Het voordelen van de hybride systemen is dat tot 70% kan worden bespaard op de brandstofkosten. Tevens heb je minder geluidsoverlast en kan dat worden gecombineerd met zonne-energie. De toekomst van deze energiesystemen, elektrificatie van bouw- en inframaterieel, is een must om de klimaatdoelstellingen van de overheid te halen. Ook de generaties na ons verdienen een schone en veilige leefomgeving. Wil je hier meer over weten? Kijk dan op onze website.